Ik sup denk ik nu net 3 jaar. Eigenlijk vond ik het altijd een stomme sport, omdat ik het er zo suf vond uitzien. Mensen die een beetje op een bord stonden te paddelen. Totdat mijn vader zei, ja, je moet het eigenlijk gewoon een keer proberen als je altijd met alle surfsports wil gaan doen. Want dat had ik altijd gezegd dat ik dat wou doen. En toen ben ik het een keer met hem gaan proberen en toen vond ik het eigenlijk superleuk. En toen ben ik steeds verder daarin gaan trainen. En ben ik overgegaan naar kleinere bordjes. En ja, zo ben ik eigenlijk meer in het suppen gekomen. Surfen gaat, ja, dat doe ik eigenlijk al mijn leven lang. En dat begon op mijn 4e. Toen gaf mijn vader me altijd een zetje op mijn bordje en dan ging ik staan. Maar ik ben sinds 1 jaar geleden bij de STC, dat is het Surf Topsportcentrum. En die begeleiden je helemaal met surfen. En daar krijg ik ook vrij status voor school. Ja, ik heb nu best wel wat wedstrijden gehad. En ja, ik hoop natuurlijk dat ik ooit wereldkampioen ga worden. En ja, dat is wel echt mijn doel waar ik me nu op focus en op wil gaan trainen. Twee maanden geleden ongeveer naar Hawaii gegaan voor een wedstrijd. Ook de Nakamakai, dat is onder 16 ook. En daar ben ik, ja, dat ging niet zo heel lekker. Want ik had weinig tijd om te trainen. Ik had 1 dag toen ik daar was om te trainen voor die wedstrijd. En ja, het was heel heftig. Er was heel veel wind, waardoor ik daar meer veel onderuit ging. En al die locals daar, die wisten natuurlijk al hoe dat allemaal liep en zo, want die kwamen daar al 3 jaar ongeveer om daar die wedstrijd mee te doen. Dus die wisten veel meer van die spot en ik had daar 1 dag om te trainen. Dus ja, daar kon ik eigenlijk niet zo heel veel beginnen. Maar ik hoop dat ik volgend jaar daar een betere prestatie ga leveren. Ik heb eigenlijk nooit zo heel veel wedstrijdspanning. Het is soms wel natuurlijk. Een tijdje van tevoren heb ik nog helemaal geen spanning, maar dan ben ik eenmaal bij die wedstrijd en dan begin je toch natuurlijk wel een beetje spanning te voelen, omdat je natuurlijk hoopt dat je eerste wordt en daar alles voor gaat doen. Maar als je dan toch, ja, als je dan toch iedereen ziet trainen daar en dan denk je, oh, die zijn wel goed en zo, weet je, dan moet je, ja, maar dan moet je ook gewoon een beetje uitzetten en gewoon denken, ja, je kan het wel hebben en je moet gewoon gaan.